Niet. Ja, ik ben er al vlak uit geweest, hè. Zo'n buitenbeentje. Ja, we moeten er niet over doorbomen. Het is niet belangrijk. Oh, dank u. Laten we het nu terug over u, niet over mij. Jij woont dus op het 9e. Nee, op het 10e. Oh, zie je het? Zo moeilijk is het niet, hè? Jij leert vlug, zeg. Ja, dat hebben ze me nog gezegd. Terecht. Je bent niet alleen sympathiek, maar nog intelligent ook. Zeg, zijn jij niet een beetje te oud om op de kermis te zitten? Nee, ik vlieg echt. Allee, ik bedoel, ik vlieg met echte vliegtuigen. Wauw! Met zo van die grote... Waarmee ze naar Spanje vliegen? Nee. Ah, ik dacht al, dat zou moeilijk kunnen, hè? Zo'n groot vliegtuig voor zo'n klein meisje. Durven ze dat ze dan zo'n dik kussen op hun stoel hadden moeten leggen? Ik ben jachtpiloot. Jachtpiloot? Ja. Jonge dame, je moest je schamen. Schamen? Dat ben ik. Wel. Straaljager? Ja. Dus jij jacht niet echt? Maar nee. Jij vermoordt geen dieren? Maar nee, natuurlijk niet. Oh. Alhoewel... Ja? Af en toe worden er op het vliegveld wel meeuwen gedood. Oh. Ja, omdat ze anders in de straalmotoren kunnen terechtkomen. Meeuwen! Ja, het spijt me. Maar daar moet ik geen spijt van hebben. Die verdienen niet beter. Oh. Ik begin u hartstikke naar sympathie te maken. Dank u. Dag heel warm geweest. Begint dat ventje met dat ineens te lachen, onbedaarlijk te lachen. Ik had het gevoel dat hij me uitlachte. Ik voelde mij zo beledigd dat ik ben opgestaan en ben weggelopen. Zonder hem een blik te gunnen. Zonder te betalen. Oh, hij zag u niet meer graag. Ik weet het niet. Hij was helemaal betoverd door haar. Ze had hem volledig in haar macht. Oh, je mocht de hoop niet opgeven. Misschien wordt hij wel ooit eens beter. Nee, dat kan niet. Ah, ik zeg nooit. Dat kan niet, zeg ik u. Het kan niet. Ja, dat is het. U bent ervan overtuigd dat ik de dokter ben. Maar nee, maar dat geloof je toch zelf niet? Geef het maar toe. Ik heb al een tijdje zo'n vermoeden. Vanaf het moment dat u zei dat uw dochter gek was, begon er mij iets te dagen. Maar wat dan? Ja, dat zei mijn moeder ook altijd, dat ik niet normaal ben. Alleen mijn vader, die nam mij wel serieus. Maar zij dwijlde met mij de kabinetten van alle psychiaters af. En telkens bevestigde hij dat er inderdaad iets niet in orde was met mij. En weet u waarom? Nee. Omdat ze zo omkocht. Mijn moeder heeft nooit een dochter gewild. Ik was een ongelukje, dat heeft ze mezelf gezegd. Ja? Ja. Ja, hij had het wel toe, want ze maakte constant ruzie. Nog een geluk dat die vrouw niet echt bestaat. Want ik vrees dat ze die anders vandaag of morgen wel eens zou kunnen vermoorden.